Tijdens het in kaart brengen van de zeebodem voor de Nederlandse kust stuitte Hare Majesteits Snellius, een hydrograaf van de Koninklijke Marine, op een tot dan toe nog niet in kaart gebracht wrak. Omdat het echt in de scheepvaartroute ligt en mogelijk gevaar op kan leveren voor de scheepvaart. De Nederlandse marine is geruime tijd al op zoek naar een nog steeds hier op de Noordzee vermist wrak van Hare Majesteits O13. In opdracht van commandant Zeestrijdkrachten werd een kleine expeditie uitgerust. Een mijnenbestrijdingsvaartuig, eerst de Maasluis en later de Hellevoetsluis, voorzien van hun Seafog apparatuur en eigen sonarapparatuur, werd meegenomen om te trachten het object zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. We zijn begonnen met het uitvoeren van een shot met de Remus en dat plaatje ziet u hier achter mij. Dat gaf een eerste beeld van hoe lang, hoe breed, maar ook waarmee het wrak was uitgerust. Dat zorgde ervoor dat we meteen dachten aan een onderzeeboot. We hebben ervoor gekozen om een van de cilindervormige objecten, wat bleek een luchtfles te zijn, te bergen. De duiker heeft hier een lijn op bevestigd en vervolgens hebben we deze naar boven gehaald. De diepte bij de locatie is ongeveer 40 meter, wat maakt dat het voor een duiker snel werken is, omdat de werktijd zeer beperkt is. Met dit type plaatje U106 is onomstotelijk vast komen te staan dat het hier zich dus om de onderzeeboot U106 gaat. Hiermee is een eind gekomen aan de onzekerheid voor de laatste rustplaats van de 41 omgekomen bemanningsleden.